leuk dat jullie kijken naar een nieuwe wereld van Trekpaardenwereld. Hier achter mij staan Utopia, Lana en daar zo helemaal als X-Men. Ik ben vandaag nu nog eventjes alleen, zo meteen over een klein half uurtje ongeveer, komt Marlies hier naartoe. En wat we vandaag gaan doen is de mesthoop. Die staat daar zo, kijk. De mesthoop, zoals jullie zien, is best hoog, dus die gaan we vandaag weghalen. En ik ga zo meteen, ik ga eerst even alle paarden eten geven en dan ga ik meteen Wendy rijden. Want dan hoef ik dat niet te doen, want ik moet denk ik met de shovel zeg maar de mesthoop zo weg gaan halen en in een car doen. Dus het is nu best vroeg, het is 8:30. Maar wat we eerst gaan doen is even de ponies, de paarden en de cavia's even eten geven. Nu gaan wij naar de cavia's, want die moet natuurlijk ook gewoon lekker drinken en broekjes krijgen. Het ging super goed. Ik ben nu even in de kantine. Want ik ga alvast de kacheltjes, daar staat er daar ook nog een, de kacheltjes alvast aanzetten, want dan is het hier zo meteen tijdens het eten lekker warm. Het rijden ging super goed op Wendy. Normaal moest Kumara of wie dan ook me altijd even helpen opstappen. Marlies was er wel vandaag, maar ik dacht, ik ga het gewoon eens alleen proberen. En het ging super goed. Kijk of het kacheltje aanstaat. Ja, gaan we nog even naar ons toe draaien. Oh, jullie kunnen het niet zien, maar zo. Kijk, nou, kacheltjes staan aan. Dan is het zo meteen lekker. Oh, het is nu wel heel. Is het zo meteen lekker warm daar? Lisa en ik hebben net gegeten. Oh, misschien hoor je het niet door de shovel, maar maakt niet uit. De tweede lading ligt nu op. Ik ga er nog een klein beetje bovenop. Ik heb net op Sonja gereden. Ik heb daar eigenlijk helemaal niks van gefilmd. Nu ben ik X-Men lekker aan het poetsen. Ja. Zoals jullie, Marlies had net een stukje gefilmd, moet ik met de shovel zeg maar de mesthoop leegmaken en dan hier in deze, car zo doen. Dus we gaan even naar de andere kant even kijken of er zeg maar iets naast is. Oh nee, ik heb het netjes gedaan. Kijk. Alleen er mag nog wel wat, ik moet het iets meer naar voren doen, want nu ligt het helemaal een beetje aan de deze kant zeg maar, niet aan de andere kant. En ja, dat mag nog wel. Maar hij moet nu eigenlijk eventjes weggereden worden, want nu is hij te hoog. Dus dan gaan we. Zo, ik ben nu ik ben klaar met X-Men. En ik ga nu Zoe poetsen. Misschien kan ik hem wel zo'n klas. Ik heb net een beetje stro erin gedaan, zodat ze lekker een beetje holletjes kunnen maken. En omdat het heel koud is natuurlijk. Paarden staan hier in de bak, omdat Fabian natuurlijk bezig was op de plaats. En ze liggen een paar, Tessa en Lana. Dat is schattig. Daar is een beurtje aan het drinken. Dus ja. En nu ga ik even, denk ik, hier een beetje opruimen, want ik heb het in de stal al geveegd. En hier is het ook al best wel een beetje vies, zoals je ziet. Dus ga ik ook. Nou, zoals jullie kunnen zien ben ik klaar met cleaner. Ik zit helemaal onder, kijk.
Dus heel veel slik. Marlies ziet er gewoon nog goed uit. Ze zegt dat ze er niet uitziet, haar. Maar dat is dus wel zo. Dus Marlies heeft alles in de stal al klaar gedaan. Daarachter staat Thor. Jullie kunnen hem al niet zien. Nee. Dus wat ik ga doen is de ketelpak uit, want hij is heel vies. En dan gaan we gewoon naar huis. Moet ik nog in de donker fietsen, maar maakt niet uit. Goedemorgen, het is woensdag en ik ben er weer. Vorige week was ik er niet, want toen voelde ik me niet zo lekker. Dus toen ben ik thuis gebleven. Maar nu ben ik er weer en ik ga beginnen met de paarden eten geven. Er staat al best wel veel klaar, dus dat is wel makkelijk voor mij. Kijk, Thor wil heel graag eten. Dus dat ga ik ze maar even geven. De ponies willen ook graag eten. En de paarden willen... Ik ga eens kijken of we nog eten hebben achter en dan doe ik dat even naar voren schuiven. Nou, alle ponies hebben eten en Thor heeft ook lekker eten. Dus dan ga ik nu even kijken bij de andere paarden die op de plaats staan. Of er bieten liggen en of ze nog wat eten hebben. En volgens mij hebben ze dat nog zo te zien. Hi. Hi. Mooi meid. Het is super koud. Ik heb allemaal een beetje ijs, dus ik moet een beetje uitkijken dat ik niet val en zo. Dus, oh, er liggen lekker veel bieten. Dus die ga ik even geven. Zullen ze wel blij mee zijn. Er ligt ook nog voer, kijk. Dus dat ga ik ook nog een beetje naar voren doen. Als dat lukt. Maar dat komt wel goed. Dus, nou, alles is lekker aan het smikkelen van wat bietjes en wat kuilgras, dus dat heb ik goed gedaan. En ik heb ook nog wat bietjes voor de, kijk daar liggen ze, voor Thor, maar voor de ponies. Ik moet alleen nog wat pakken en dan kunnen we ook lekker. Nou, ik ga de kaviaars en de konijnen eventjes eten geven. Ik heb... ja, de camera even hier neergezet, want dan kunnen jullie zien dat ik dat doe. Want ik kan het niet met één hand, dus vandaar. Heel soms vergeten we wel eens bijna de kaapjes en de konijnen. Dat is natuurlijk niet goed voor ons, dat weten we zelf ook. Maar als we dan langslopen, dan gaan ze heel hard piepen. Dus zo weten we eigenlijk altijd van, oh ja, de kaapjes en de konijnen ook nog. En wat we wel heel vaak doen is hun hok schoonmaken. Dat doen we zeker twee keer in de week. En dan doen we ze lekker vol met lekker veel stro en hooi en van alles, dat ze daar lekker onder kunnen kruipen. Zo hebben ze het niet koud in de winter. Dus ik ga ze nu even eten geven. Nou, dan heb ik ze nu eten gegeven en dan ga ik strakjes voordat ik weg ga ik nog een keer eten geven, want dan weet ik zeker dat ze genoeg hebben. Nou, ik heb bijna alle spulletjes klaargezet en ik ga nu Zoe poetsen en daarna Zoe rijden. Dat probeer ik eigenlijk iedere woensdag te doen. Zo blijft ze een beetje in beweging. En dat vind ik zelf ook wel leuk. En ik denk dat zij het stiekem ook wel een beetje leuk vindt. Hey zo. Kijk.
Oh, kijk, hier komt Safira voorbij geraast. Daar gaan alle ponies. Het is super lekker weer, zoals jullie zien. Het is iets van 5 graden of zo vandaag. Maar het is super lekker weer, dus de ponies mochten lekker in de wei. Ik ga hier een beetje aan de kant staan. Ik vind het echt super leuk, daar is Safira. Dus die zijn nu lekker aan het rennen.